Onlangs vierde ik met mijn kinderen en kleinkinderen mijn 60ste verjaardag in een groot vakantiehuis. Maar er was daar geen internet. Ik geef het toe, het was even wennen, maar samen met mijn vrouw en kinderen herontdekte ik die week de bevrijding van het offline zijn. Ontkomen aan de brandende en alles overheersende roep om aandacht van je smartphone, laptop of pc. Weer thuis merkte ik dat ik helemaal niet zoveel gemist had. Het meeste nieuws was waan van de dag geweest en op het werk hadden we een goede vervangingsregeling. De winst voor mij en mijn gezin was dat we alle tijd en aandacht een week lang geheel aan elkaar konden geven. En dat ontstond zomaar. Daarom vond ik het wel grappig dat ik recent las dat een Amerikaanse professor iets soortgelijks ontwikkeld had voor werknemers van een gerenommeerd adviesbureau. Die werden verplicht af en toe smartphonevrije avonden te hebben. Dat leidde tot de verbluffende ontdekking, elk gezond denkend mens had het kunnen weten, dat er meer tijd voor hun privéleven ontstond en dat hun prestaties op het werk verbeterden. Het is de herontdekking van de noodzaak dat we voor een evenwichtig en effectief functioneren ook rust nodig hebben. Dat oude, door God in de schepping gelegde principe zouden we niet alleen op de openingstijden van winkels, maar dus ook op nieuwe communicatietechnieken moeten toepassen. Daar wordt ons pleiten voor zondagsrust en een goede gezinspolitiek een stuk geloofwaardiger door.